allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en vanavond is de eerste Champions League wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester City. Ik ben reuze benieuwd hoe Feyenoord het Europees gaat doen. Eindelijk weer eens een keer het Champions League na heel wat jaren dat we niet in de Champions League hebben kunnen voetballen. Ik ga het even mijn schoenen aantrekken. Ik ga zo even lekker een hapje eten. En ik ben echt reuze benieuwd wat Feyenoord vanavond gaat doen. Ik ga er niet zelf heen. Het was €150 voor 3 wedstrijden. Dat vond ik een beetje veel. En het is door de week. Door de week is het gewoon, ja, is het gewoon niet echt lekker. Want dan heb je de hele dag gewerkt. En moet je s'avonds ook nog eens gaan voetballen. Ben je helemaal kapot. Als je dan, s'avonds weer terug bent. Dus ik heb besloten om de Champions League wedstrijden te gaan kijken, gewoon thuis. Ik zou naar Vincent gaan, maar dat gaat niet door. Ik ga denk ik afbellen, want hij vroeg of dat ik daar kwam kijken in Hoogvliet. Maar ik ben zo moe. Ik heb gewoon net een half uur liggen slapen. Ik ben echt helemaal kapot. En nee, ik heb er vanavond geen zin in. Ik blijf vanavond gewoon lekker thuis. En ik zet thuis lekker de televisie aan. En dan ga ik thuis lekker de wedstrijd lekker op de luie bank. Ga ik liggen. En dan ga ik daar lekker de voetbalwedstrijd bekijken. Het is ontzettend waaierig vandaag. Het was echt een beetje slecht weer. Had ook code rood was het goed is altijd opgegeven. Het was echt een enorme storm vandaag. En heel veel regen ook. En het is echt slecht weer is het. Ik ga het zo. Oh, ik ga nou mijn schoenen aantrekken. En dan ga ik lekker even een hapje eten bij mijn moeder. De computer staat momenteel te uploaden voor de livestream van afgelopen dinsdag. Afgelopen maandag was het. Die heb ik dus even bewerkt, want het was in 3 stukken. En een beetje geknipt en geplakt. Dus die is helemaal geremasterd en die staat nu te downloaden. Ik laat de computer even aanstaan. En hij staat op momenteel op 75%. Dus hij is bijna klaar. Het was de stream van 11 september. Ik ga even op eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we zitten al een half uur voor de wedstrijd. Het is 8:30. Over een half uurtje gaat de eerste Champions League wedstrijd van Feyenoord starten. Ik ben echt reuze benieuwd. Spanning neemt toe. En ik hoop dat het een beetje wat beter weer is voor de voetballers vanavond op het veld. En zeker voor Feyenoord natuurlijk. Ik hoop dat ze winnen vanavond. Het zou mooi wezen. Het zou geweldig wezen als Feyenoord de eerste wedstrijd in de Champions League na zoveel jaar eindelijk gelijk ook winnend afsluiten. Dus ik ben echt reuze benieuwd. De spanning stijgt jongens, de spanning stijgt. De katten zijn ook al helemaal zenuwachtig ervan. En je ziet het, de emotie op hun gezichten. Vanavond is het dan echt zover en gaat het er echt om in de Champions League. Nou, ik spreek jullie dadelijk als de wedstrijd gaat beginnen. Tot zo. Zo, en de wedstrijd zit erop. Kansloze 4-0 nederlaag, helaas. Ja, het was een beetje te verwachten natuurlijk. Manchester City is gewoon een maatje te groot voor dit Feyenoord. Ze waren gewoon helemaal kansloos. Echt een minuut in de wedstrijd geweest. En ze waren gewoon te slecht. Dus helaas niets meer minder erover te vertellen. Ik ga het naar mijn bedje toe. Ik vind het wel weer mooi geweest voor vandaag. Morgen weer werken.
Dus ik ga het lekker in mijn bedje in en ik ga het lekker even slapen. Een beetje korte vlog vandaag, maar ja, ik heb niet veel gedaan. Alleen maar gewerkt en voor de rest lekker een beetje bijgekomen. Dus weinig te melden vandaag verder. In ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even de blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op het Jotrex. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.